Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Is it easier to stay? Is it easier to go? I don't wanna know. But I know that I'm never ever gonna change. And you know you don't want it any other way. Hello lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar een... ja, nieuwe weekvlog, maar eigenlijk halve weekvlog, want het is vandaag donderdag en niet maandag. Afgelopen week heel veel probleempjes weer gehad, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, dokter, de apotheek, van alles en nog wat. Het gaat nu wat beter gelukkig. Het heeft allemaal geholpen, alle medicijnen en alles. Maar ik ga nu dus morgen weer naar stage en vandaag ben ik op school. Maar wat ik zou zeggen... is dat we vandaag iets heel erg leuks hebben gedaan. Want we hebben namelijk een cover opgenomen op de cover van Roadtrip. Ze hebben een cover gedaan op het nummer Easier van 5 Seconds of Summer. Super tof nummer. De cover van hun is echt heel erg tof geworden. Check even het linkje in de beschrijving. Daar zal ik hem neerzetten. En ik en Chantal hebben daar dus een cover op opgenomen. Een cover op een cover opgenomen. Klinkt heel raar, maar... check even de vorige video die online is gegaan. Want dan snappen jullie een beetje wat ik bedoel. Ik vond het gewoon heel fun om te doen. Het was heel grappig. Het was leuk. En ja, ik ben er best wel blij mee. Ik loop met mijn t-shirt buiten. Want ik heb dus in het parkje een shot gefilmd waarbij ik op de grond ging zitten. Maar het had geregend. Dus de hele grond was nat en blubberig. En dat had ik pas door toen ik zat. Dus mijn hele broek is helemaal vies. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik heb mijn vest omgeknoopt, dus niemand die het ziet. Er komt nu een vrachtwagen bij, ook leuk. En nog één. Ja. Maar ja, we zijn nu heel erg in de school. We hebben even wat geluncht bij de Mac, omdat we de ruim 2 uur tussenuur hadden. We zijn nu weer onderweg naar school toe. En dan hebben we 2 uurtjes mentenuur en dan gaan we weer naar huis. Ja, that's it. Hallo allemaal, het is inmiddels... vrijdag, een dag later. Ik weet, ik heb gisteren een nieuwe video gestart en ik heb er niks meer mee gedaan. Dat had een reden. Dus gisteren weer even niet heel erg lekker gegaan. Ik had eigenlijk tot een uurtje of 3:15 school. Ik heb het geprobeerd vol te houden gisteren. Het ging redelijk tot de middag. Ik begon heel veel pijn te krijgen. Ik kreeg een benauwd op mijn borst. Ik kreeg pijn op mijn borst. Mijn maagstreek begon heel veel zeer te doen. Ik begon me gewoon weer mega beroerd te voelen. En dat had ik niet verwacht. Want gisterochtend voelde ik me echt wel oké. Dat ik dacht, het gaat weer prima. Ik kan morgen weer naar mijn stage. Het gaat allemaal goed. Maar ja, zo zie je maar. Ik ben er nog niet. Er is behoorlijk wat gebeurd. Gisteren dus thuisgekomen, gelaxeerd en weet ik het wat allemaal... vervolgens vandaag vanmorgen het ziekenhuis gebeld in verband met de afspraken die worden gemaakt voor de maag-darm-leverarts. Het duurde dus heel erg lang voordat ik dat te horen kreeg. Dus ik dacht, weet je, ik ga er zelf achteraan. Ik ga bellen. Ik wil gewoon weten waar die afspraak staat. En die afspraak stond dus in augustus. Ik had 2 afspraken. 1 op 1 augustus en 1 op 29 augustus. En het eerste wat ik dacht is, ho, dat gaan we niet doen. We gaan eerder. Ik ga niet nog 2 maanden wachten tot ik een keertje aan de beurt ben. En 2 maanden lang gewoon verstopt blijven rondlopen. Daar zit ik niet op te wachten. Dus ik ben gelijk gevraagd van, joh, kan dit niet eerder? En het kon eerder, maar dan moest ik wel eventjes naar de internist bellen. Want die zouden dan spoed achterzetten. Dus de kans dat ik eerder kon was 50-50. Dus ik ben gaan bellen en ik werd er halverwege uitgegooid toen ik in de wacht stond. Was ik niet blij mee, want er waren weet ik veel hoeveel wachtende voor me. Ik denk als ik nu weer ga bellen, sluit ik weer achteraan het rijtje in. En daar heb ik geen zin in. Dus mijn pa die komt op het idee om het Zilveren Kruis te bellen, de verzekering. En die, dus tenminste de ziekenfonds. En die kunnen er wel spoed achter zetten. Dus mijn vader heeft hun gebeld, bla bla. En nou ja, uiteindelijk hebben hun de maag-darm-leverarts gesproken. En ik zou eigenlijk komende dinsdag te horen krijgen of ik eerder kon of niet.
Maar ik werd dus vanmorgen, ruim een 2 uur later na het telefoontje, werd ik eigenlijk gebeld met de mededeling dat ik komende donderdag terecht kan om 11:50. En daar ben ik heel erg blij mee. Want waarschijnlijk als ik erheen ga en we hebben dat gesprek gehad, zal ik onderzoeken krijgen. Maar waarschijnlijk duren die onderzoeken dan ook nog weet ik het hoe lang. Dus daar zat ik niet op te wachten. Maar goed, ik ben in ieder geval eerder aan de beurt. Daar ben ik heel blij om. Hoe het nu verloopt. Ik heb vandaag lactulose gehaald en ingenomen. En ik moet zeggen dat het werkt. Het begint te werken. Ik moet continu kleine beetjes naar de wc. Het zijn kleine beetjes, I know. En het is nog lang niet alles wat eruit is. Maar het is wel wat. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ik ben trouwens ondertussen met mijn diamond painting bezig. Er zitten een paar steentjes een beetje scheef. Maar ja, het is dus wel iets wat ik nu kwijtraak. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb nog steeds heel veel buikpijn. Maar als ik pijnstilling inneem, dan valt dat allemaal wel mee. Ja. Het was een behoorlijk gek weekje. Ik heb de hele afgelopen week dus geen stage gelopen. Gisteren geprobeerd naar school te gaan. Het ging redelijk goed tot de middag. Toen ben ik als een idioot weer naar huis gegaan. Want ik voelde me mega beroerd. Ik voelde me niet lekker. Ik heb zelfs bijna overwogen om de huisartsenpost weer te gaan bellen. Maar ja. Het zit dus allemaal niet echt mee. Ik baal gewoon ook heel erg wat betreft mijn stage. Het is weer het laatste moment van mijn stage. Wat betekent dat als ik te weinig uren maak en school wil hier niet mee in bemiddelen of meewerken, dan kan ik mijn opleiding wel gedag zeggen en dan is het gewoon klaar. Dus natuurlijk afgelopen jaar is het ook gebeurd. In het laatste deel van mijn tweede jaar stage ging dit ook verkeerd. En ja, het ging dus gewoon weer fout nu. En ik ga weer uren missen. Ik moet weer uren gaan inhalen. Ik ben nu ruim 4 dagen thuis geweest. Die moet ik ergens gaan inhalen. Maar ja, ik moet al 4 dagen in de week. En om nou 7 dagen in de week te gaan werken, daar zit ik ook niet heel erg op te wachten. Om heel eerlijk te zeggen. Ik wil ook gewoon mijn rust pakken. En ik voel me nog steeds niet helemaal oké. Ja, ik weet niet. Ik wil heel graag. Maar mijn lichaam die zegt gewoon, joh, ik niet. Ik wil niet. Ja. Ik heb volgende week een gesprek met mijn mentor op stage. Op stage. Op school. En met mijn ouders. In de hoop dat daar wat bemiddeling uit kunnen rollen. Weet je, het is gewoon vervelend. Mijn aanwezigheid is goed op school. Ik doe goed mijn best. Mijn cijfers zijn allemaal voldoende. Examens zijn gehaald. Het enige probleem zit hem in de stageopdrachten waarvan ik er nu nog 2 moet doen. En de stageuren. Dat is het hele probleem. En zolang dat niet opgelost kan worden, sorry trouwens dat ik er zo belemmerd uitzie. Maar heel eerlijk gezegd ben ik vanmorgen mijn bed uitgerold, heb ik me gewassen, kleding aangetrokken en ben de dag begonnen. Maar ja. Het is dus gewoon allemaal heel erg vervelend dat er de laatste tijd weer speelt. En ja. Ik kan er niet heel veel meer over zeggen. Het is gewoon zo naar dat dit gewoon allemaal weer aan de gang is. En dat we weer het gedoe hebben met mijn darmen. En ik moet zeggen dat het dit keer erger is dan dat ik hiervoor heb gehad. Ik heb het nog nooit zo heftig meegemaakt als deze afgelopen week. Het gaat echt niet helemaal lekker van binnen, moet ik heel eerlijk zeggen. En wat ik net al zei, ik ben blij dat ik nu hele kleine delen kwijtraak. Maar tegelijkertijd voel ik me echt wel gewoon rot. Omdat ik nu gewoon zoveel laxeermiddelen naar binnen sta te gooien. Waarvan het niet eens werkt. Dus mijn darmen die zeggen van oké, kom op, let's go jongens. We worden gelaxeerd, alles moet eruit. Maar vervolgens wil het er niet uit. En dat is het hele probleem. En dat zorgt er dus voor dat alles gewoon zeer doet. En dat ik me niet lekker voel. En ja, dat mijn lichaam gewoon een klap krijgt. Het is sowieso niet goed om zoveel te laxeren als wat ik de afgelopen week heb gedaan. Maar op een gegeven moment weet je ook gewoon niet anders. En je weet niet beter. En ik denk gewoon bij mijn eigen, het moet er een keer uit. Ik kan nu niet nog een week tot komende donderdag blijven lopen.
Dus ja, ik ben blij dat het er nu allemaal een beetje langzamerhand uitkomt. Ik voel me nu wel iets beter. Ik ben de hele dag op zich wel heen en weer gelopen naar de wc, om eerlijk te zijn. En natuurlijk voel ik me er echt wel rot door. Maar ergens voelt het ook wel fijn om nu gewoon weer wat kwijt te hebben en wat kwijt te raken. En ja, nog iets anders is dat dat trouwens ook de reden is waarom dus de afgelopen week geen weekvlog online is gekomen. Ik ben voor afgelopen week wel een weekvlog gestart, maar dat waren zulke dramatische beelden dat ik dacht, nee, weet je, dit gaan we even niet doen. Ik ben nu de laxeermiddelen weer een beetje aan het afbouwen, zeg maar. Ik neem nog wel zakjes en vezels die ik moet drinken. Maar alle heftige laxeermiddelen, zoals klisma's en al die dingen, die probeer ik nu een beetje te laten vervallen in de hoop dat het allemaal een beetje wil gaan werken. Ik kan niet anders zeggen dan hopen dat dit een keertje goed gaat komen. En dat hoop ik echt heel erg. Dit moet gewoon een keer goed komen en het komt ook echt wel een keer goed. Maar het is gewoon weer zo naar dat dit precies nu weer in mijn stage gebeurt. Dat is, ja, het zit niet echt heel erg mee. Het is gewoon heel erg vervelend. Ja, daarom hoop ik ook op jullie begrip. Ik snap dat jullie zeggen van, joh, hoe kan het dat we de afgelopen tijd heel onregelmatig video's online komen en op compleet andere dagen. Ja, ook met YouTube ben ik een beetje het ritme kwijt en een beetje de zin en de spirit en de positiviteit. Ik wil nog steeds heel graag mijn dagen vastleggen en ik vind het gewoon nog steeds mega leuk om te doen. Maar door mijn gezondheid nu vind ik het niet nodig om allerlei negatieve en rare video's online te gooien. Verder is het nu dus voor mij vrijdag, het is Pinksterweekend, wat betekent dat ik maandag ook thuis ben. En de planning voor nu is dat ik maandag is mijn eigen huisarts er, maandag ga ik naar de huisarts. Dinsdag heb ik een telefonisch consult met de huisarts, maar ja. Ik wil de komende weekend nog wel proberen te blijven een beetje laxeren in de hoop dat het werkt. Komende zondag gaan mijn opa en oma met Jesse naar Blijdorp. En dat stond er heel erg lang vast. En ik zou ook meegaan. Ik ga ook nog steeds mee als mijn lichaam het toelaat en als ik me een beetje oké voel. Ik heb nu ook pijnstilling, dus dat is ook wel fijn dat mijn buik niet zo heel veel zeer doet. En Chantal, die gaat ook mee. Vrijdag, zondag. Dus dat is gewoon ook wel gezellig. En wat iedereen zegt, en daar geef ik iedereen wel gelijk in, misschien is het ook wel goed om even eruit te gaan. Het is niet oké om hier elke keer te gaan liggen en zitten en hangen, want hoe meer beweging, hoe meer mijn darmen gaan werken, hoe minder ze gaan werken. En iedereen zegt ook al van, joh, het is goed om misschien even te gaan, want je hebt afleiding, je bent in beweging, je bent buiten. Dus het is waarschijnlijk gewoon alleen maar een heel goed idee om te gaan. En ik denk ook wel dat ik ga. Ik moet er ook gewoon even uit. Want ik word gek van de hele week thuis zitten. En ja, dan is het dinsdag gewoon weer terug naar stage. En weer aan de slag. En misschien af en toe eventjes een kleine break. En af en toe even wat rustiger aan. Dat ik me nog steeds niet helemaal op mijn top voel. Maar ik kan niet weken thuis blijven zitten omdat mijn darmen verstopt zitten. Afgelopen week ben ik thuis gebleven omdat het echt niet goed ging. Nu alle kleine beetjes eruit gaan, begin ik me steeds wat beter te voelen. Afklop op hout. Want je weet maar nooit hoe het weekend gaat lopen. Ja. Dat is eigenlijk alles wat ik jullie eventjes wilde vertellen. Ik wilde jullie even bijpraten. En was wel nodig, want er is de afgelopen week heel veel gebeurd. En ik maak me nog steeds heel veel zorgen over alles. En over mezelf, want het is natuurlijk niet goed. En ik krijg gelijk weer tranen in mijn ogen, want het zit me echt heel erg hoog. En dat meen ik echt serieus. Het zit me echt mega hoog. En ja, er moet gewoon een oplossing voor komen. Dit kan niet langer zo doorgaan. En ja, het is allemaal gewoon even naar, weet je. Ik wil heel graag mijn stage en ik wil heel graag mijn best doen en ik ga altijd heel snel heel raar en negatief denken. Want ik ben nu dus bang dat ze denken van, joh, hè, ze stelt haar eigen aan. En joh, ze kan wel naar Blijdorp. Dus waarom gaat ze dan niet naar stage, snap je? Dus ja, het is gewoon allemaal heel dubbel. Aan de ene kant wil ik heel graag naar de diergaarde met mijn opa en oma en Chantal.
Lekker eruit, lekker de afleiding. Want ik kan toch niet naar de wc. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin om thuis te zitten. En die laxeermiddelen zijn vanaf vandaag ook gewoon klaar. Ja, het is eventjes even kijken. Maar ik hoop dat mijn lichaam het een beetje toelaat. Mocht mijn lichaam het toelaten en mocht ik me oké voelen, dan zal ik zondag ook wel gaan vloggen. Waarschijnlijk stijf onder de pijnmedicatie, waardoor ik me in één keer helemaal toppie voel. Maar ja, ik weet niet. Ik heb de laatste tijd van alles geslikt en gedronken en gedaan. En het is er nog niet uitgekomen. Dat is gewoon niet goed. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan het allemaal zien, jongens. Ik hoop dat jullie tot het einde van deze video hebben gekeken. En als jullie hebben gekeken, dan bedank ik je heel erg voor het kijken. En voor het luisteren naar wat er de laatste tijd hier speelt. Hebben jullie nou tips van, joh, misschien werkt dat voor je. Of misschien willen jullie iets delen met me. Let me know. Ik kan wat positieve dingetjes gebruiken de komende tijd. En ja, ik hou jullie zeker op de hoogte hoe dit proces voor de tweede keer weer gaat lopen. En ik hou jullie ook op de hoogte of ik mijn stage wel of niet ga redden. Want dat is wel het ding waar ik me de laatste tijd het meeste druk over maak. Niet eens over mijn darmen, maar echt over mijn stage. Dus ja, ik weet niet hoe lang ik nu aan het kletsen ben. Het is inmiddels voor mij bijna 3:45. Oh, het is 3:30 zelfs nu. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En ja, hou mijn kanaal in de gaten, want ik ga jullie zeker meenemen in het komende proces. Bedankt voor het kijken. Doeg!